geen idee of ik ben te verstaan. Maar het feit. Strand bij IJmuiden, veel wind. En storm Francis, zo wordt die genoemd door de Engelse Weerdienst. Ja, die is hier gisteravond al aan land gekomen. Windstoten hier toen gisteravond rond de 100 km per uur. Windkracht 9, het was gisteravond al officieel storm. En de hele nacht heeft die storm Francis eigenlijk doorgewaaid. Nou, de hele nacht dus windkracht 9 hier zo aan zee. En ook windstoten tot ongeveer 110 km per uur. Hier dan de hoogste windsnelheid gemeten vannacht. Met een windstoot van 107 km per uur in ons land. En is dat dan allemaal zo bijzonder? Nou ja, qua windsnelheid niet. Want windkracht 9 en die windstoten halen we natuurlijk vaker in ons land. Maar ja, qua weer... In deze tijd van het jaar wel enigszins bijzonder. Zomerstormen komen nou eenmaal niet zo heel vaak voor. Ja, de afgelopen 4 jaar hebben we laatst in 2017, daarvoor in 2015 nog met code rood. Het gebeurt wel eens, maar het zijn een vol blad. En dat levert dan dat gevaar op natuurlijk. Nou ja, prachtige beelden hier aan zee. Zelf hebben we net een windstoot van 98,5 km per uur. Fors dus. Hier, ja, niet extreem, maar wel bijzonder zo dus in augustus. En het weerbeeld is na een hele zomerse periode echt gewoon volop herfst geworden hier. Het is niet koud, moet ik zeggen. Temperaturen zo nu rond de 18 graden. En vanaf nu neemt de wind hier langzaam wat af. Krijgt het binnenland wat meer wind. Binnenland dan windstoten zo rond de 70 tot 80 km per uur. Eind van de ochtend het hoogtepunt. En dan trekt die storm langzaam richting Denemarken. En uiteindelijk vanavond over de Oostzee weg. Weg verder in Europa. Met daar dus ook wat windsnelheden. Maar uiteindelijk wordt het lage drukgebied minder krachtig. Neemt die storm dus echt in kracht af. Nou, geniet even mee van de mooie beelden hier. Op de pier hier bij IJmuiden mag men nu niet komen. Het is echt... Er staat een rode vlag. Even kijken of we hem in beeld krijgen.